Als studenten van de Wageningen Universiteit zijn wij door Waternet, Waag Society en RDVA gevraagd om de waterstroming in de binnenwateren in Amsterdam in kaart te brengen. Om zo de waterkwaliteit te kunnen verbeteren. Wij willen de waterstroming meten op in de bovenste meter van de Amstel. Dat geeft ons informatie over hoe vervuiling zich mogelijk kan verplaatsen door de grachten van Amsterdam. En dat kan weer belangrijk zijn voor zwemmers en andere waterrecreanten. En ook voor de ecologie. We meten de waterstroming met behulp van een GPS-tracker, die zijn positie aan de hand van satellieten nauwkeurig kan bepalen. Elke 2 minuten stuurt de tracker een bericht via internet met zijn locatie naar een computer die de gegevens verzamelt. De GPS-trackers zijn voorzien van een extra krachtige accu, zodat ze tenminste 48 uur lang hun locatie kunnen verzenden. De GPS-trackers worden op 3 plaatsen in Amsterdam in het water uitgezet om daar vervolgens 48 uur door de stroming te worden meegevoerd. Na afloop van het experiment kunnen de trackers eenvoudig weer worden teruggevonden, aangezien ze hun coördinaten ook via een sms-bericht kunnen doorgeven. De coördinaten worden op een kaart uitgetekend. Als de locatie bekend is, kunnen ze eenvoudig per boot uit het water worden gevist. 52.34. Ja. 35, sorry. Ja. 31. Ja. 4,90. Ja. 98. Hier zo. Een van de trekkers laat een interessant patroon zien. Bij laagwater op de Noordzee wordt er water vanaf het Noordzeekanaal geloosd. Dit brengt onder andere een stroming in de Amsterdamse grachten en de Amstel teweeg. Als we de route van de GPS-tracker door de Amstel volgen, zien we dat de richting waarin de tracker wordt meegevoerd gedurende een periode van 2 dagen meerdere keren verandert. Deze richtingsverandering wordt veroorzaakt door het openen en sluiten van de spuisluizen in IJmuiden. Tijdens het spuien stroomt het water uit het Noordzeekanaal via IJmuiden naar de Noordzee. Wanneer de spuisluis gesloten wordt, botst het water uit het Noordzeekanaal tegen de sluisdeuren en ontstaat er een golf in tegengestelde richting. Deze omgekeerde stroming is in alle wateren die aansluiten op het Noordzeekanaal terug te zien, zoals de Amsterdamse grachten en de Amstel. Deze telkens omkerende stroming beïnvloedt de kwaliteit van de Amsterdamse binnenwateren. Je kunt je dus voorstellen dat onder meer afval hierdoor langer in de grachten blijft drijven. Een beter begrip van hoe de waterstroming in Amsterdam werkt zorgt ervoor dat we in de toekomst de kwaliteit van ons water kunnen verbeteren.